Mijn naam is Nick en ik werk als operator bij Insect. Als operator zijn we verantwoordelijk voor het kweken van larven, welke we na omzetten in een halffabrikaat. En onze kerntaken bestaan daaruit uit het organiseren van de orders, het bedienen van machines, het schoonmaken, maar ook het monster nemen van de larven om te kijken of deze goed zijn gegroeid. Nou, het eerste wat we doen is gezellig in de kantine even samenkomen. Als we de dagbespreking hebben gehad, gaan we dan ook de larven oogsten. De voerorders worden gedraaid, waardoor de larven gevoerd worden. En alle andere processen worden daarna ook opgestart. Ik ben Thijs en ik ben monteur bij Insect. Mijn dagelijkse werkzaamheden als monteur zijn het draaiende houden, het onderhouden en het verbeteren van de installaties. De dingen die ik zowel doe op een dag zijn vrij vaak wat storingen oplossen, soms ook verstoringen. We hebben dagelijks planning waarin je wat onderhoudsdingen hebt. Het kan soms het smeren van motoren zijn, soms daadwerkelijke aanpassingen aan de installatie. De leuke aspecten aan mijn functie vind ik de vrijheid die ik heb, de losse werksfeer en de creativiteit die je nodig hebt om spul draaiende te houden. Het leukste aan mijn functie vind ik dat er gewoon een heleboel tegelijkertijd draait, waardoor je niet aan één machine staat, maar gewoon verantwoordelijk bent voor het hele proces. De werksfeer bij Insect is zeer los, maar wel wanneer het echt nodig is, dan staan we ook voor elkaar klaar. We hebben hele nuchtere collega's, we kunnen allemaal lachen met elkaar, je kan alles tegen elkaar zeggen. Niemand kijkt elkaar vreemd aan en ja, dat maakt het ook gewoon ontzettend tof om met ze te werken. We kunnen zeker meedenken in de organisatie. We zijn een ontwikkelend bedrijf. En ja, daarom wordt er ook onze input gevraagd over hoe wij erover denken. En wellicht dat het juist het idee is wat ze implementeren. Het idee is nu nog heel klein. En die kan eigenlijk nu alleen maar nog groter worden. Waarin je zelf ook kan meegroeien. Je kan hier gewoon starten bij Insect, ook als onervaren operator. We hebben genoeg mogelijkheden om ervaring op te doen. En dan kun je ook heel snel doorgroeien naar een nieuwe rol. Nou, een belangrijke karaktereigenschap om ons werk goed uit te voeren is dat je van een uitdaging houdt. Je moet geen problemen zien, maar je moet het echt als uitdaging oppakken. Je moet geduld kunnen hebben. Niet alle installaties zijn nog op perfecte wijze. We zijn een ontwikkelend bedrijf, dus niet alles loopt nog per se vlekkeloos. En ja, dat vraagt wel extra inspanning om die uitdaging gewoon op een goede manier aan te vangen. Ja, ik zou anderen aanraden om bij Insect te komen werken, omdat hier gewoon een ontzettend leuke sfeer heerst. Zit je bij een ander bedrijf vast in de ritme van een bedrijf wat heel lang en groot bestaat, dan kun je hier heel veel dingen nog wel veranderen. En wat doe jij morgen?